Professor Friso de Zeeuw over de rol van de gemeente bij ruimtelijke ordening. Het moet anders. Veel gemeenten doen de ruimtelijke planning helemaal voor zichzelf, vanuit hun eigen lokale belang. En dat bevordert soms ook de verrommeling. Hier zijn we in een regio, in een gebied waar ze het anders aanpakken. Apeldoorn werkt samen met Zutphen en Deventer en nog een aantal andere gemeenten om het regionaal aan te pakken. En een voorbeeld daarvan is de vernieuwing van de kanaalzone. Er komen hier woningen, voorzieningen. Apeldoorn heeft zelf geen uitbreidingsruimte meer voor woningbouw, terwijl de druk op de woningmarkt toch groot is. En Zutphen neemt een deel van die uitbreidingstaak als het ware over van Apeldoorn. Dat is een goed voorbeeld van samenwerken. We staan hier ten zuiden van Deventer en hier op deze plek was oorspronkelijk een bedrijventerrein gepland in de plannen van de gemeente Deventer. Dat plan gaat nou niet door, want in die regionale samenwerking worden de bedrijfsterreinen geconcentreerd. En hier zien we dat zo'n regionale samenwerking, als die echt goed en pittig is, ook met zich meebrengt dat bepaalde plannen, bepaalde ambities van een gemeente niet doorgaan. Eigenlijk is de conclusie van dit verhaal dat wanneer gemeenten serieus samenwerken, scherpe keuzes durven maken, dat je betere plannen krijgt, meer kwaliteit, meer selectiviteit. Als gemeenten dat niet doen, dan roepen ze eigenlijk over zich af dat hogere machten, zoals de provincie of de Rijksoverheid, ingrijpen.